Welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag gaan we verder met het inkleuren van stempels. Ik heb weer van alles om me heen klaargezet en ik ga jullie er weer rustig doorheen praten. In deel 1 heb ik het gehad over de potloden. Ik heb verschillende potloden laten zien en ik heb uitgelegd wat de verschillen nu precies zijn. Nou, vandaag ga ik het aquarelpotlood behandelen. Ik ga de aquarelmarker behandelen. En ik ga wat laten zien wat je met gewoon aquarelverf kunt doen. Want ook daarmee kun jij stempels inkleuren. Ik ga laten zien waarmee ik werk. En ik leg het gaandeweg allemaal uit. Het is zondagmiddag nu dat ik dit film voor jullie. Voor jullie is het waarschijnlijk dat jullie dit kijken woensdag of misschien wel donderdag of vrijdag. Maar ik ben weer redelijk opgeknapt. Ik heb sinds gisteren mijn kleren weer aan. En ja, heel langzaam pakken we de draad weer op. Zeker omdat mijn weekendje weg, mijn jaarlijkse weekendje weg, dat gaat eraan komen. En ik ga de komende dagen ook nog wel echt even rustig aan doen. Maar ja, we zijn er wel weer. We gaan er weer tegenaan en ik ga jullie lekker meenemen vandaag in het inkleuren van stempels met aquarelproducten. Ik ga het aan de kant leggen en dan gaan we beginnen. Nou, we gaan beginnen. Ik ga het even snel uitleggen wat ik allemaal heb klaargelegd, waar we mee gaan werken vandaag. Ik heb gekozen voor een clearstempel. Deze is van de Action. Lang geleden heb ik hem daar gekocht. Ik heb ze ook eigenlijk niet weer gezien. Ik ben hem ooit nog wel eens tegengekomen bij AliExpress. Dus je zou kunnen zoeken bij AliExpress of ze hem nog hebben. Ik gebruik hem heel veel. Ik vind hem ontzettend mooi. En waarom heb ik voor deze stempel gekozen? Omdat ik met deze stempel heel goed kan uitleggen waar de schaduwen moeten komen. Want ook met de aquarelproducten gaan we dus schaduwen inbrengen. Daar wordt het dus wat donkerder. En met deze stempel kan ik het gewoon heel goed uitleggen. Zeker met deze grote. Maar ik ga de kleinere roos gebruiken. Ik heb hem al voorgestempeld op papier. En dat ik dat niet meer hoef te doen, ga je nog wel even snel uitleggen waarmee ik dat heb gedaan. Maar ik ga dus de stempel gebruiken van de Action. Onderin de beschrijving van deze video, daar vind je nog een link naar AliExpress. Zoek gewoon even op stempel bloemen. En wie weet komt die nog tevoorschijn. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik weet niet of die er nog is bij AliExpress. Sommige dingen gaan heel snel daar. De ene keer zijn ze er wel, de andere keer niet. Maar hij is dus van de Action. En het is een clear stempel. En heel veel gebruikt inmiddels al door mij. Want ik vind het gewoon een ontzettend mooie stempel. Die gaan we gebruiken voor alle voorbeeldjes die ik vandaag ga laten zien. Ik ga werken op het Florence Watercolor Paper. Dit is het watercolor paper waar ik de laatste tijd veel op werk. Dit is 200 grams. Dit is glad papier. En het werkt ontzettend fijn. Ik heb hiervoor altijd op het waterart van Kippers gewerkt. Ook heel goed papier. Maar ja, ik kreeg een pakje toegezonden van dit papier. En ja, ik was eigenlijk gelijk om. Ik vind dit gewoon voor nu het fijnste papier om op te kleuren als ik stempels inkleur. Waar ik later dus kaartjes bijvoorbeeld mee ga maken. Dan werk ik toch het liefste op het Florence Watercolor Paper. Dit is van Fasen. Onder in de beschrijving vind je een linkje waar je dit kunt kopen. Het is niet zo heel duur. En ja, ik vind het gewoon heel fijn werken. Dus ik heb de kaartjes wat kleiner gesneden. Ik heb al wat voorgestempeld zoals je ziet. Ik heb het kleine roosje gebruikt. Ik heb gestempeld met Archival inkt. Archival inkt is watervast. Nou maakt het niet zo heel veel uit met welke inkt jij gaat stempelen. Jouw inkt moet watervast zijn. Je gaat immers met water aan de slag. Je gaat met producten werken die reageren op water. Maar jouw inkt waar jij mee gaat stempelen mag absoluut niet reageren op water. Ik ga daar straks toch nog een uitzondering in maken. Dat zie je straks nog in de video. Een andere manier van stempelen en stempels inkleuren. Wel met de aquarelproducten, maar met een ander soort inkt. Maar
ga je gewoon stempelen, moet de afbeelding zichtbaar blijven, dan zorg er dan voor dat jouw inkt die jij gebruikt watervast is. Is het nu een Stazon, Archival, Versafine? Het zijn allemaal inkten die watervast zijn. Heb jij een ander merk, dan weet jij waarschijnlijk zelf wel of die watervast is of niet. Maar probeer het anders even uit. Ga gewoon wat stempelen. Ga er even met een penseel met water overheen. Gaat jouw inkt lopen, gaat het dus vlekken, dan is jouw inkt niet watervast. Moet je er dus niet gaan gebruiken als jij stempels wilt gaan inkleuren met aquarelproducten. Nou, wat heb ik nog meer bij me neergelegd? Een stukje keukenrol. Ik heb het gewoon opgevouwen. Dit gebruik ik om mijn penseel even een beetje aan schoon te maken als er te veel inkt aan zit. Mijn penseel maak ik een beetje droog. Ik werk nat, maar niet te nat. Ik ga verschillende manieren laten zien. De penselen. Ja, ik werk toch het liefste voor het inkleuren met de stempels. Ik werk graag met de Sigmarkers, die ga ik zo gebruiken. Daar is een blenderpen voor, ga ik ook laten zien. Maar ik vind het gewoon het fijnste werken gewoon met een penseel. Ik heb wel wat betere penselen hiervoor. Dit zijn echt aquarelpenselen en die gebruik ik hiervoor. Werken heel fijn. Ik heb een wat dikke penseel en een heel smal penseel. Het is maar net wat jij het prettigste vindt om te werken. En het is maar net hoe gedetailleerd jij moet kleuren. Nou, ik ga mijn stempelafdrukjes even aan de kanten leggen. Ik heb hier een stukje ook van dat Florence papier. Dat heb ik gewoon doormidden gesneden. Dit is dus een A6 formaat geweest. Die heb ik doormidden gesneden. En daar ga ik alle proefjes ook mee doen met dat papier. Maar ik heb nog niet gestempeld. Maar ik wil even wat uit gaan leggen. Nou, ik ga beginnen met het aquarelpotlood. Nu moet ik zeggen, ik weet niet eens of deze nog te koop is. In mijn beleving heb ik deze ooit gekocht toen ik nog naar school ging. Nou, ik word 46, dus dat is echt heel lang geleden. Dus deze doos is al ontzettend oud. Maar ik gebruik het heel af en toe nog. Ik moet zeggen, ik kleur niet veel met een aquarelpotlood. Ik vind het gewoon ontzettend fijn om te kleuren met een Sigmarker. Dus de potlood gebruik ik niet veel. Maar ik heb hem gewoon nog bewaard, want weggooien is zonde. Af en toe gebruik ik het nog en het is gewoon een doosje met 24 verschillende kleuren. En ik vind met aquarelpotloden ben jij ook niet zo heel veel kleuren nodig. Jij kunt namelijk spelen met één potlood en daardoor al heel veel verschillende tinten krijgen. Nou, ik ga met een beetje een donkerrode potlood, daar ga ik mee inkleuren. Nou, deze is gelijk ook al een stuk meer gebruikt als alle andere. Nou, wat ga je doen? Je gaat met het potlood gewoon wat kleur aanbrengen. Je kunt dit ook als een gewoon potlood gaan gebruiken. Dus dat je er verder niks meer mee gaat doen. Ik ga gelijk nog even een tweede vlakje kleur opzetten. Gewoon een klein beetje kleur. Niks meer, niks minder. Nou, dit potlood dat reageert met water. Aqua is water, dus een aquarel potlood, dus dat reageert gewoon op water. Nou, ik pak mijn penseel. Ik heb eigenlijk, als ik stempels aan het inkleuren ben, heb ik nooit geen water bij mij staan. Ik heb nu even een kopje water gepakt, omdat ik met veel verschillende materialen ga werken. Normaal gesproken heb ik gewoon mijn sprayflesje met water bij me staan. Ik spray een klein beetje op mijn mat waar ik op aan het werken ben. En ik haal daar het water van af. Af en toe haal ik het even weer weg met mijn keukenpapiertje. En spreek weer schoon water als ik weer schoon water nodig ben. Ik werk met niet zo heel veel water.
Jij kunt stempels inkleuren met heel veel water. Er zijn allemaal verschillende technieken voor. Ik werk meestal niet met heel veel water. Nou, wat ga ik doen? Ik ga mijn penseel even nat maken. En ik ga gelijk een beetje vocht eraf halen door even het penseel wat af te deppen op het keukenpapiertje. En nu ga ik met het penseel over het vlakje wat ik gekleurd heb. Ik ga naar beneden toe om de kleur te vervagen. En ik ga naar boven toe. Dan komt de kleur weer een beetje aan de bovenkant. Dus naar beneden toe om de kleur wat uit te vagen. En dat doe ik op dezelfde manier als dat ik ook kleur. Dus een beetje met ronddraaiende bewegingen. Nou, merk je op een gegeven moment dat je penseel weer wat droger wordt, dan gaat het wat zwaarder, wordt de kleur niet meer zo geactiveerd. Maak je even je penseel weer nat en je gaat weer door. Nou, je zult merken, een aquarel potlood of een aquarel marker zal ook altijd weer geactiveerd worden door water. Dus ga jij hier later, je laat het drogen, je gaat er weer met water op aan de slag, dan zal het weer geactiveerd worden, zal het weer gaan vloeien. Dat is iets waar jij gewoon rekening mee moet houden. Nou, op deze manier kun jij dus werken met een penseel. Nu zijn er ook blenderpennen op de markt. En ik heb hier een blenderpen van De Zich, maar er zijn van heel veel verschillende merken zijn de blenderpennen op de markt. Ook deze blenderpennen die activeren eigenlijk jouw aquarel potlood. Dus ook hiermee kun jij dus op dezelfde manier, en ik doe het nu even wat sneller, dus naar beneden toe ga je het vervagen. Wil je het weer wat terugdringen, ga je weer naar boven. Dan neem je eigenlijk weer een beetje de kleur mee. Naar boven toe. Houd er ook altijd rekening mee. Als een aquarel, potlood of marker, net hetzelfde wat, als dat opdroogt, droogt het altijd lichter op als dat jij het nu nat hebt. Dus hou daar ook altijd even rekening mee. Nou, een blenderpen maak je heel eenvoudig weer schoon door gewoon even over het keukenpapiertje te gaan. En dan is jouw blenderpen weer schoon. Dan is de kleur weer van de punt af en ik zal het nu even van wat dichterbij laten zien. Dus het bovenste, het potlood wat ik vermengd heb met water. En eigenlijk werkt het hetzelfde met een blenderpen, potlood en een blenderpen. Nou, dit is het aquarel potlood. Ik heb hier een zichtmarker. Dit is een marker, een aquarel marker op waterbasis. Nou, daar kun je precies hetzelfde mee doen. Een zichtmarker dat bevat heel veel pigment. En de markers bijvoorbeeld van de Action, de aquamarkers, daar zit veel minder pigment in. En dat is dan een beetje een verschil tussen de kwaliteit van de markers. Ik weet niet hoe de Studio Light markers kleuren. Ik heb ze niet. Ik heb ze bewust niet gekocht. Ik heb destijds gekozen voor de zichtmarkers. De markers van de Studio Light waren er toen nog niet. Er waren wel andere markers op de markt, maar ik heb toen gekozen voor de zichtmarkers. Die kon ik toen kopen bij de winkel waar ik toen mijn inkopen altijd deed. Dus vandaar dat ik toen de tijd gekozen heb voor de zichtmarkers. Nou, ook hiermee ga jij kleur afgeven. En eigenlijk ga je hier gewoon een heel klein beetje kleur mee afgeven. Laat een aquarelmarker niet te lang indrogen. Dus ga vrij snel nadat jij de marker hebt aangebracht, jouw kleur vervagen. Nou, je ziet heel eenvoudig met een penseel kun jij de kleuren vervagen. En natuurlijk werkt het met een zichtmarker. De blenderpen van De Zich
werkt het precies hetzelfde. Dus ook hiermee. En hoe meer pigment jij aanbrengt, des te donkerder dat het ook gaat worden. Dat is iets waar je ook mee kunt gaan spelen. Nou, je hebt nu twee manieren gezien waarop jij aan de slag kunt met een aquarel product. Dus je brengt het op en je gaat het vervagen of met een penseel met water of je gebruikt een blenderpen. Ik ga nu laten zien hoe je stempels kunt inkleuren. Ik ga laten zien met de zigmarker hoe jij op verschillende manieren de stempel kunt inkleuren. De manier die ik zelf het meeste gebruik, dat is rechtstreeks op het papier kleuren. Vind je dat nu eng, dan kun jij ook zeggen, ik heb hier mijn paletje op mijn glazen mat. Ik ga wat kleur afgeven op mijn glazen mat. Heb jij nu niet een glazen mat? Dit kun jij ook op je craftsheet doen. Dit kun jij ook doen op een acrylblokje. Heb jij een stempelblokje? Kun jij ook prima kleur op afgeven. Allemaal gladde oppervlaktes waar jij jouw kleur weer van kunt afhalen. Nou, ik heb een klein beetje kleur op mijn craftmat gedaan. En ik haal het met mijn penseel die een klein beetje vochtig is. Je kunt dat testen door het op jouw hand, en dat doe ik meestal even, te voelen. Als het echt heel nat aanvoelt, dan ga je gewoon wat meer deppen. En dan is je penseel op een gegeven moment, voel je vanzelf wel dat hij niet zo heel nat meer is. En op deze manier haal jij de kleur weer van jouw mat af. Dus niet alleen een glazen mat, ook een stempelblokje. Ik wil wel eens een plastic hoesje pakken. Ik kleur vaak beneden op de tafel, de grote eettafel. Donderdags, dan komt mijn vriendin en die vindt het heerlijk om stempels in te kleuren. Dus ik ga meestal met haar, als we gaan knutselen, gaan we stempels inkleuren. En dan heb ik gewoon een placemat waar ik op werk. En ik pak dan een plastic hoesje. Daar heb ik een wit A4'tje in gedaan. En daar geef ik dan kleur op af, mocht ik dat willen. Maar ik kleur dus meestal zelf rechtstreeks op het papier. Maar mijn vriendin kleurt bijvoorbeeld altijd eerst, geeft ze de kleur af op het werkvlak en nooit rechtstreeks op het papier. Het is een manier, ja, welke jij gewoon het prettigste vindt werken. Met deze loop je gewoon het minste risico. Ga je het rechtstreeks op het papier doen, je maakt een foutje, ja. Dan kan het soms moeilijk op te lossen zijn. Ik neem wat kleur af en waar begin ik nu te kleuren? Nou, bij deze stempel zie je heel goed, ik zal kijken of ik het wat dichter in beeld kan brengen. Je ziet die streepjes staan, arseringen. Nou, waar die arseringen staan, daar moet het donkerste worden. Daarom heb ik ook voor deze stempel gekozen. Het is bij deze stempel gewoon heel gemakkelijk te zien. En meestal als jij een stempel bekijkt, er staan wat arseringen op, dan wil dat eigenlijk zeggen dat daar het donkerste moet komen. Dus daar begin ik ook met het aanzetten van mijn kleur. Vind je dit nu lastig om echt in die stempellijntjes te kleuren, dan wil het nog wel eens helpen als jij de stempelafdruk dus niet alleen gaat stempelen met inkt, maar dat jij er ook even een clear embossingpoeder overheen strooit. En tenminste, ik vind dat prettiger. Ik stempel met zwarte inkt. Gebruik jij een stazon, die is lang genoeg nat als jij daar heel snel een beetje embossingpoeder overheen strooit, dan pakt dat wel. En de embossingpoeder die zorgt er gewoon voor, want jij gaat het verhitten daarna, dat er een soort van opstaand randje komt. Daar kun jij dus tegen aankleuren. Dan ga je niet zo snel over het randje heen van je stempelafdruk. Dus vind je dat lastig om dat in te kleuren, ga jij snel over het randje heen. Ga dan je afbeelding embossen met een clear embossingpoeder. Je kunt ook een witte embossingpoeder gebruiken, wat jij eigenlijk maar hebt. Misschien heb jij wel een zwarte, vind je dat mooi om te gebruiken. Het zorgt er gewoon voor dat er een opstaand randje komt, waardoor jij niet zo snel over het randje heen gaat. Nou, ik heb aan één blaadje een beetje kleur opgebracht. Nou, ik ga nog weer een beetje meer kleur.
Hoe meer kleur jij aanbrengt, des te donkerder dat het gaat worden. En waar dus geen asseringen zitten, daar moet het het lichtste worden. Nou, wat ik al zei, ik doe dus meestal dit gewoon rechtstreeks op het papier. Nou, dan pak ik mijn marker. Ik ga dan waar het donkerste moet worden, daar ga ik wat kleur afgeven. Ik ga eigenlijk een kleurbeweging maken met streepjes. Dus ik ga niet ronddraaien, maar ik ga streepjes zetten. Gewoon fijne streepjes. En ik geef dus een beetje kleur af. Ik pak mijn penseel. En ik kleur het blad in. Ik begin dus altijd waar het donkerste is, waar je de kleur hebt aangezet. En je gaat naar boven toe, dan wordt de kleur automatisch wat lichter. Nou, dit kun je natuurlijk ook doen met een blenderpen. Dus ik ga wat kleur afgeven. Ik gebruik dus waar de asseringen zitten, daar moet het donkerste worden. Ik pak mijn blenderpen. Ik begin dus met ronddraaiende bewegingen. Waar de kleur zit, waar het donkerste moet worden. En ik ga het vervagen naar het lichtere gedeelte. En op deze manier krijg jij gelijk al diepte in jouw afbeelding. Dus waar de asseringen zitten, daar is het donkerst en je gaat het vervagen naar het lichte. Dus ik zet het liefste aan rechtstreeks op het papier. Vind jij dat nou een beetje eng? Denk je van nou, ik durf dat nog niet goed? Gebruik dan een glad oppervlakte, je kraftmat waar je misschien op werkt, een stempelblokje, een plastic hoesje met een A4'tje erin, kopieerblaadje wat wit is, zodat je goed ziet welke kleur jij hebt aangebracht. En is je kleur op, dan breng je gewoon weer wat nieuwe kleur aan. Een gemakkelijke manier om je stempel in te kleuren. En ik doe dit nou wel heel snel, maar dit is echt een kwestie van oefenen. Door het heel veel te doen, zul je gewoon merken dat je gewoon zekerder wordt. En dat je op een gegeven moment ook steeds sneller gaat kleuren. En maak dus ook die verschillen in de kleur. Ga ook voor lichtere vlakken. En ik laat bewust ook af en toe, ik weet niet of het zichtbaar is, een stukje wit. Doordat jij niet alles helemaal kleurt, maar een stukje wit laat, dan krijg je nog meer speelsheid in jouw stempelafdruk. Krijg je nog meer diepte erin. En een stempel moet je niet helemaal egaal inkleuren. Ga gewoon spelen met die kleuren. Ga donkere gedeeltes maken. Ga lichtere gedeeltes maken. En begin dan ook vooral met stempels die heel gemakkelijk zijn. Zoek gewoon naar een stempel waar asseringen in zitten. Deze is er dus echt een voorbeeld van. En die grote gebruik ik dus ook echt heel veel. Deze is ook heel mooi om af te drukken in een art journal. Het is wat grotere stempel. Al die donkere asseringen, dat zijn dus de plekjes waar het donkerder moet worden. En daar zet jij jouw kleur op en je gaat het vervagen naar wat hier, wat de lichtere gedeeltes, dus waar geen asseringen zijn, dat zijn de lichtere gedeeltes. Op die manier kun jij dus eigenlijk best wel snel, als je eenmaal een beetje geoefend bent. En jij kunt ook altijd terugkomen. Dus heb jij iets gekleurd, laat het even drogen.
En je kunt later altijd weer terugkomen om nog meer kleur aan te brengen. Ik zorg meestal dat ik eerst een soort van basislaagje erop heb zitten. Ik ga al wel vast werken met schaduwen. Ik ga al wel vast dus waar het heel donker moet zijn. Daar ga ik gewoon het meeste kleur aanbrengen. Maar is de andere gedeeltes waar het nog waar niet zoveel schaduwen zitten, is dat nog een beetje licht? Daar kan ik altijd nog weer bij gaan werken. Daar kan ik altijd nog weer kleur gaan toevoegen. En ik werk dus ook heel bewust in laagjes. En doe je dat niet, ga je gelijk in één keer heel veel kleur aanbrengen. Dan heb je misschien kans dat je kleur eraf moet gaan halen. Het kan wel. Je kunt kleur gaan afhalen. Heb jij nou ergens heel veel kleur aangebracht? Gebruik dan een schoon penseel. Zorg ervoor dat jouw penseel een beetje natter is dan gebruikelijk. Je gaat het nat maken. En ik pak even een stukje keukenpapier wat schoon is. En ik dep er één keer op. En je haalt dan gelijk een klein beetje kleur. Ik weet niet of het echt goed te zien is. Maar je haalt dan een klein beetje kleur eraf. Nou, dat kun je net zo lang gaan doen tot jij tevreden bent. Maar het is gewoon lastig. Dus zorg gewoon dat jij in laagjes werkt. Dan hoef je dat ook de kleur er niet meer af te halen. En dan werkt het gewoon wat gemakkelijker. Dus nogmaals, de asseringen, dat is het donkerste. Daar begin ik ook. Daar ga ik dus de inkt activeren met mijn penseel, met het water. Nou, en ook hier kijk je weer goed naar de blaadjes. Waar zit het blaadje? Hoe komt het blaadje? Komt het blaadje erachter? Nou, als een blaadje erachter komt, dan moet je daar natuurlijk ook nog een schaduwlijntje maken. Nou, dat is gewoon iets waar je mee gaat spelen. En met een zichtmarker ben je gewoon maar heel weinig inkt nodig. Ik heb dus ook geprobeerd met de aquamarkers van de Action. En ik merkte gewoon dat ik daar gewoon veel meer inkt van nodig was. Dan dat ik dat met mijn zichtmarkers moet doen. Het is eigenlijk best wel anders kleuren. Je moet daar goed over nadenken. En probeer het ook gewoon uit. Er is niks mis mee. Heb jij de aquamarkers van de Action. Het werkt wel hetzelfde. Maar jij bent gewoon wat meer inkt nodig. Je zult dus waarschijnlijk ook wat meer laagjes moeten gaan aanbrengen. Maar er is niks mis mee. Probeer het gewoon en ga gewoon rustig kleuren. Dit is voor mij pure ontspanning, pure rust. Nou, je ziet, ik werk gewoon graag met een penseel. Ik heb dan gewoon het gevoel dat ik gewoon wat meer controle heb. Werk jij liever met een blender, dan is dat ook helemaal prima. Het is eigenlijk allebei goed. Wat jij ook doet, zowel de potloden als de markers kun jij gewoon met beide doen. Dus heb jij een penseel, heb jij een blenderpen, het maakt allemaal niets uit waar jij het fijnste mee werken. Probeer het gewoon uit. Heb jij een blenderpen, probeer een penseel uit. En heb jij altijd een penseel gebruikt, probeer gewoon eens een blenderpen uit. En misschien vind je dat ook wel heel fijn werken. Nou, het eerste laagje zit erop. Ik ga hier dan rustig mee door. Ik ga gewoon nog wat inkt aanbrengen op het donkere gedeelte. Ik ga het weer wat uitvagen met mijn penseel. En op deze manier bouw je gewoon de laagjes op. Ik vind dit wel veel sneller werken als dat jij met de potloden werkt. Ik merk gewoon met een potlood ben je gewoon zoveel laagjes nodig. En dat gaat mij eigenlijk niet snel genoeg. Dus daarom, ik werk liever met een aquamarker. Ik
ik vind het gewoon wat prettiger. Maar kijk gewoon wat jij het prettigste vindt. Wordt je penseel weer wat droger. Dan bevochtig hem gewoon een klein beetje weer. En je kunt weer door. We houden dus rekening mee. Dit blijft geactiveerd worden door water. Dus wil je dit gebruiken in een art journal, wat prima kan. Zorg er dan voor dat je er niet meer met iets overheen hoeft. Want het is natuurlijk niet alleen water waar het op reageert. Maar dit reageert ook op verf, op acrylverf bijvoorbeeld. Alles wat vochtig is, wat dus een vloeistof is, wat een medium is. Daar zal jouw aquarelmarker of jouw aquarelpotlood, zal daar gewoon op blijven reageren. Hiermee kun je net zo lang gaan spelen tot jij de afbeelding helemaal klaar hebt. Ik ga hem nog verder afmaken. Ga ik zo buiten camera doen. Ik ga hem even aan de kant leggen. Want ik wil jullie nog wat anders laten zien. Ook dat ga ik zo laten zien met mijn marker. Ik ga dan straks precies hetzelfde doen. Ik heb hier namelijk nog een afbeelding gestempeld. En je ziet het bijna niet. Ik heb het gestempeld met een Distress ink. Dit is de Antique Linen. Dit is een van de lichtste kleuren van de Distress ink. En Distress ink, dat reageert ook op water. Is ook een soort aquarelproduct. Dus dat reageert op water. En dat blijft ook reageren op water. Door te gaan stempelen met een hele lichte inkt, kun jij inkleuren zonder dat jij straks lijntjes ziet. En eigenlijk doe je dan precies hetzelfde als wat ik net heb gedaan. Omdat jij een hele lichte afbeelding hebt gestempeld, leg ik er meestal even mijn afbeelding bij. Dus die heb ik erbij liggen. Dan kan ik even beter kijken waar zijn de donkere gedeeltes. Daar moet jij de kleur op aanbrengen. En op deze manier kun jij gewoon inkleuren zonder dat jij lijntjes ziet. De Distress ink die gaat dus oplossen in het water. Ik zal even een klein stukje doen en dan zal ik het even laten zien. Je ziet dus geen zwarte lijntjes nu van je stempelinkt. Er is ook een stempelinkt nu tegenwoordig te koop. Vorig jaar was die al op de Art Specialty te zien. En dat is een zwarte inkt waar jij mee stempelt. En die stempelinkt die lost gaandeweg. Lost die inkt op. Dus is je afbeelding helemaal droog, dan is die inkt niet meer zichtbaar. Het helpt jou dus, doordat jij zwarte lijnen hebt, helpt het jou om, om de afbeelding beter in te kleuren. Ga jij met een lichte inkt, zoals de Distress inkt, stempelen, dan is het soms wat moeilijk om te zien. Maar het effect is gewoon hetzelfde. En ik vond die inkt vrij duur. En ik dacht, ik deed die techniek al, maar dan met een Distress inkt. Dus ik ga dit gewoon met een Distress inkt blijven doen ook. Maar heb jij nu geen van beide? Heb jij niet een Distress inkt? Distress Antique Linen. Maar dan kun jij natuurlijk zo'n inkt gaan kopen. Maar ik had die Distress inkt al. En ik vond het gewoon jammer om die dure inkt te kopen. Ik zeg altijd, je kunt je euro maar één keer uitgeven. En ik heb ook geen heel groot budget. Dus jij moet dan keuzes gaan maken. Zo simpel is het gewoon. Dus ook ik moet keuzes maken.
Ik zal het van wat dichterbij laten zien. Je ziet nu geen lijnen meer waar jij de afbeelding hebt gestempeld. Die lijnen die lossen op. Doordat de kleur heel licht is, zal de kleur niet terug te vinden zijn in jouw gekleurde afbeelding. En ik heb het tenminste nog nooit gehad dat de inkt heel raar ging kleuren in ieder geval. Je ziet het verschil bijna niet met de andere. Dus ja, het is wat jij mooier vindt. Vind jij het mooier om de lijntjes zichtbaar te hebben, dan gebruik je gewoon een watervaste zwarte inkt. Wil jij lijnloos gaan inkleuren, gebruik dan een lichte distress inkt, bijvoorbeeld de Antique Liner. Ik weet trouwens niet hoe het gaat als jij de oxide inkt gebruikt. Dat heb ik nog niet geprobeerd. Ik gebruik de gewone ouderwetse distress inkt daarvoor. Dus de Antique Liner, een hele lichte kleur. En ja, daarmee stempel ik de afbeelding. Het is niet zo duidelijk als dat jij je met zwart gaat stempelen. Maar ik los dat op door gewoon de afbeelding bij mij naast neer te gaan leggen. Dat ik dus kan zien waar de donkere gedeeltes moeten komen. Nou, ik ga buiten camera straks om deze ook nog even helemaal afkleuren. En aan het einde dan zie je de foto's vanzelf verschijnen. Dus ik leg deze even weer aan de kant. En dan wil ik nog één ding gaan laten zien. Dan wil ik jullie toch nog iets laten zien met aquarel verf. Ik moet zeggen, ik heb geen aquarel verf van een goed merk. Dit is een doosje wat ik ooit bij de Action had gekocht. Gewoon omdat ik eigenlijk wel nieuwsgierig was wat het was, de kwaliteit. Maar ik ben gewoon niet iemand van de aquarelverf. Waarom? Weet ik niet. Ik vind het inkleuren met zichtmarkers vind ik hartstikke leuk om te doen. Het inkleuren met aquarelpotlood ook prima. Maar ik ben gewoon niet van de aquarelverf. En iets wat ik jullie wel wil laten zien is een andere manier van kleuren. En tot nu toe de stijlen die ik jullie heb laten zien, dat is echt allemaal netjes kleuren. Rekening houden met waar komt schaduw en waar moet het wat lichter zijn. Nou, ik heb hier een stempelafdrukje, die heb ik even snel gestempeld. Deze komt van deze set. En deze is van Crafters Companion. Er zitten allemaal schetsachtige bloemen op. En die zijn perfect voor wat ik je nu wil gaan laten zien. Ik wil jullie nu gaan laten zien dat je ook slordig kunt kleuren. Zo noem ik het maar even. Ik weet daar niet echt de benaming voor de techniek. Maar ik noem het slordig kleuren. Nou, wat ga ik doen? Ik heb mijn aquarelverf. Ik pak mijn sprayflesje met water. Ik ga het even nat sprayen, zodat de verf geactiveerd wordt. Even weer een beetje droog maken. Dan pak ik toch even mijn oude poetslap erbij, om het even een beetje droger te maken. Nou, ik heb deze stempelafdruk, hij is niet helemaal perfect gestempeld. Ik heb het even snel uit de hand gestempeld. Ik heb het gestempeld met de Archival ink. Watervast als het droog is. En ik ga laten zien hoe je het slordig kunt kleuren. En dat ga ik je laten zien met de aquarelverf. Nou, je haalt gewoon met een penseel. Haal je wat verf eraf. En nu is het heel eenvoudig. Gewoon wat streepjes zetten. En op deze manier kleur ik dus een stempel slordig in. Ik noem het maar even zo. Er zit kleur aan en het is een losse beweging. Misschien omdat ik daar nog niet zo heel veel ervaring mee heb om zo te kleuren. Dat het me daarom een beetje tegenstaat. Maar
Ja, eigenlijk is dit ook een hele leuke manier om zo'n bloem in te kleuren. Zo'n bloem kun je namelijk niet heel netjes gaan inkleuren met schaduwen en waar moet het lichter worden, waar moet het donkerder worden. Dat werkt niet bij zo'n bloem, bij zo'n stempel. Die schetsachtige stempels, die lenen zich juist heel goed voor deze techniek, het slordig inkleuren. Nou, dus ook met aquarelverf kun jij prima stempels inkleuren. Probeer het gewoon uit. Probeer uit. Kijk naar de materialen die jij hebt. Kijk naar de stempels die jij hebt. Kijk vooral heel goed als jij een stempel hebt. Waar zitten de asseringen? Asseringen wil zeggen, daar moet jij de schaduwen plaatsen. En begin dan ook vooral met stempels die heel gemakkelijk zijn. En ga daarmee oefenen. Want het inkleuren van stempels, dat blijf ik maar benadrukken, is gewoon een kwestie van heel veel oefenen. Tuurlijk, als jij talent hebt, gaat het wat makkelijker. Maar ook al heb jij niet zoveel talent, kun jij ook best stempels inkleuren. Maar jij moet het gewoon heel veel doen. Heel veel oefenen. En ga gewoon stempelafdrukjes inkleuren. Je hoeft niet overal wat van te maken gelijk. Wordt het heel mooi, dan maak je daar een kaartje van. En wordt het niet zo mooi, nou ja, dan heb jij geoefend. Het is maar papier waarop jij aan het werk bent. En maak daar gewoon niet zo'n probleem van. Oefen vooral het inkleuren van stempels. En aquarelproducten gaat hartstikke mooi. Gaat veel sneller dan dat jij dat met de potlood doet, zoals ik jou in de vorige video heb laten zien. Toen werkte ik bijvoorbeeld met potloden op oliebasis. Nou, dan moet je laagje over laagje over laagje over laagje. Nou, ik kan je verzekeren, het kleuren met een zichtmarker gaat gewoon veel sneller. Je bent veel sneller klaar en ik vind het daarom ook veel leuker om te doen. Ik hoop dat jullie hier weer inspiratie uit kunnen halen. Aan het eind van de video ga ik allemaal nog voorbeeldjes laten zien van het inkleuren van stempels met aquamarkers, aquarelpotloden en doe daar gewoon je inspiratie uit. Heb je nog vragen? Stel ze mij gewoon. Heb je opmerkingen? Zet ze er ook gewoon in. Volgende video, volgende week woensdag, ga ik weer wat anders laten zien en komt er weer iets anders aan bod. Het inkleuren van stempels. De komende woensdagen gaan we daar lekker mee door. Allemaal verschillende materialen waarmee je kunt werken. Ik heb nu het aquarelpotlood laten zien en ik heb een aquarelmarker laten zien. En of je hem nu hebt van de Zicht, de Studio Light of van de Action of nog een ander merk, het geeft allemaal niks. Het zijn allemaal dezelfde soort markers. De ene marker zal meer pigment bevatten dan de andere, maar je kunt daar ook prima resultaten mee bereiken. Aquarelverf, voor mij iets wat voor mij niet zo bekend is. Ik doe daar gewoon niet zo heel veel mee. En, maar eigenlijk is het ook best leuk om te doen. Zeker het slordig inkleuren. Eigenlijk ook wel heel ontspannend om te doen. Het hoeft allemaal niet zo netjes. En je kunt alles laten loslaten en gewoon doen. Dus ook eigenlijk wel eens leuk om te doen. Ik ga de voorbeeldjes nog even afmaken en dan zie je ze dus zo terug aan het einde van de video. En dan dank ik jullie voor het kijken naar deze video. Ik hoop jullie snel terug te zien bij de volgende. Dus dankjewel en graag tot snel.